Rusnak met Van der Struijk voor zich. Rusnak is sterk in dit soort situaties. En een verrassend schot ook. Losgelaten door Lamprou. En weggewerkt dan. Hamouts. Stijn Wuytens. De lopende bal voor Andersen. En goed weggewerkt door Maduro. Die voelde de adem van Živković in zijn rug. Tibling, bedrijvig als altijd. Rusnak. Mahi moet oppassen dat het geen buitenspel is. Dat is het dus niet. En dan moet hij hier scoren. En dat doet hij. Zijn eerste goal als basisspeler. De vorige vier maakte hij als wissel. Hij is de topscorer van Groningen. Hij heeft het neusje voor de goal. Randje buitenspel. Maar niet. Goed gezien door de arbitrage. En knap afgemaakt. 1-0. Maduro stuurt Drost weg. Mahi met zijn tweede. Nee! Als Groningen de wedstrijd op slot wil gooien, dan heeft het nog 5 minuten, denk ik, zo ongeveer. 4+1. En dan zou het snel een tweede goal moeten maken. Dat zit ook qua spelbeeld er wel in. Maar je moet er wel in schieten natuurlijk. Linssen. Is hij daar? Oh, bijna. Hateboer notabene, de rechtsback. Oh, dat was de rasvoetballer Lucas Andersen met die actie. Ja, dan is het bijna 1-1, maar bijna telt niet. Živković die aardig begon, maar inmiddels weinig meer heeft in te brengen tegen Tamata en de anderen. Wel zijn best blijft doen. Van der Struijk stribbelt nog even tegen. Van der Struijk dan. En dan Živković. Ja, dan Živković. Nou, dat scheelt heel weinig. Daar komt Groningen goed weg na die aanvallende poging van Ricky Živković. En dan blijft het dus bij rust 1-0. Hans Nijland, ja, de directeur van Groningen. En ook hij ziet dat de wedstrijd eigenlijk in een padstelling zit. Groningen niet in staat om door te drukken naar de 2-0. Willem 2 laten voetballen, laten spartelen vooralsnog. Zonder echt gevaar ook, maar het kan zomaar. Maduro, dat is een goede bal op Linssen. Een hele goede bal van Maduro. En dan kan Linssen het afmaken. Hij is wel alleen en hij maakt het dus niet af. De nuttige redding van Lamprou. Prachtige paas van Maduro trouwens. Die had hij moeten maken natuurlijk. Falkenburg met heel veel ruimte. Andersen. Falkenburg, ja, dan kan die bal er zomaar invliegen hoor. Daar komt Groningen goed weg. Wat levert dit op? Wow, die bal die zat. Ja, die zit. Dat is de gelijkmaker. Ja, dat kan Pat wel roepen, maar ik zag de assistent scheidsrechter onmiddellijk de vlag omhoog steken. Hij stond op de achterlijn, hij zag het, ik zag het ook. Die bal die zit gewoon. En wie hem nou het laatst geraakt heeft, dat zien we zo dadelijk wel. Feit is dat het 1-1 is. Je voelde het de hele tijd aankomen. Dat dit zou kunnen gebeuren. Daar is Lamprou. En nu moet Groningen nog een minuut of 7-8 volle bak spelen. Om dit van zich af te voetballen. Kan dat nog? Dat doet Lamprou daar zo ver voor zijn doel. Die gaat erin. Jawel, Hoesen. 2-1. Zijn tweede goal dit seizoen. Altijd omstreden als nummer 9, als spits. Overal waar hij speelde. Maar dit is een hele belangrijke goal. En dit zal wel eens een 3-punter kunnen betekenen. Daar zat wat storing op de lijn tussen de verdedigers en de doelman. Lamprou staat daar te ver voor zijn doel. Hoesen straft het af. Het was bloed, zweet en tranen voor FC Groningen. De felicitaties zijn voor Erwin van der Looy. 1-0 werd het in de eerste helft door Mahi, de topscorer van de FC. Eigenlijk had het toen al lang 2-3-0 moeten staan, maar dat was niet zo. En toen werd het door die hele vreemde klutsgoal 1-1. Maar een minuut later, dankzij invaller Danny Hoesen, toch de winst voor FC Groningen. Als je alles bij elkaar optelt en aftrekt, de kansen beoordeelt, dan is die overwinning ook wel verdiend.